Ons medeleven gaat uit naar de slachtoffer van het tragisch busongeval in Zwitserland en hun familie. Hiervoor graag 1 minuut stilte. Moet het hier nu verder? Ja goed, wij zijn hard aan het werk natuurlijk. Vanmorgen zijn we met de crisiscel alweer samengekomen om de volgende dagen voor te bereiden. Te beginnen met vandaag, want vandaag ontvangen we in Lommel de 17 overleden slachtoffers.